Oké, nieuwe poging. Ik had allemaal ingesproken. Ik had het nog zo mooi gedaan. Zonder fout. Alleen, een vijfde deel of zo is ervan bewaard gebleven. Door lege batterijen. Meestal heb ik dat op tijd in de gaten. Maar nu crasht het bestand onverwacht. En meestal is er dan ook nog een bestand over van hetgeen wat ik daarvoor heb ingesproken. Maar dat is er helemaal niet. Goed, Daily Minutes nummer 1609. Met een uitzending voor vandaag 1 mei 2019. Dus het bulletin van woensdag. Ja, als het lukt heb ik vandaag een item over de podcast zelf en een aflevering uit de serie over zelfbouw, hoewel ik over dat laatste vanwege de tijd een beetje twijfel. Ik wil al langer wat aan de uitzendingen gaan veranderen. Ik bedoel, er is het natuurlijk ook wat veranderd sinds ik niet meer op de repeaters uitzend. Ik heb met name de afgelopen weken erg zitten nadenken over hoe dat nu verder moet met de podcast en met de Daily Minutes. Het aantal luisteraars is nadat ik op PI2NOS gestopt ben flink wat gedaald. Het is de afgelopen tijd in elk geval niet toegenomen. Echter door enkele weken geleden de podcast opnieuw op te starten en de Daily Minutes opnieuw ook daar te verspreiden, zijn de luistercijfers inmiddels een heel stuk zonniger. Behalve dat er behalve gedownload ook geluisterd wordt, blijkt ook uit de stijging van het aantal reacties dat ik inmiddels weer krijg. Hierdoor is het aantal luisteraars op dmr.li nog wat verder afgenomen. Het totaal is echter een stuk hoger. Dat is goed nieuws. Ik vind het belangrijk dat er ontwikkelingen zijn bij alles wat je doet eigenlijk. Steeds dezelfde dingen doen, dezelfde dingen presenteren vind ik niet goed. Daar groei je niet van en het is leuk als je hetzelfde kunstje goed kunt doen. Het is nog veel leuker om steeds nieuwe kunstjes te doen en de uitdaging daarbij steeds te vergroten. Zo heb ik de afgelopen jaar ook gewerkt aan mijn presentatievaardigheid. Was het een jaar geleden nog niet opmerkelijk als ik 10 versprekingen in de presentatie van een van de uitzendingen maakte. Tegenwoordig spreek ik de uitzendingen vaak in 1 keer in. Er zijn wel versprekingen, maar die weet ik dan te redden, zoals dat dus net gebeurde. En ja, meestal zit er hooguit 1 verspreking in zo'n hele uitzending. Dat scheelt enorm in tijd. Met 10 fouten kan de montage in sommige gevallen wat 3 keer zo lang duren als normaal. En het is ook goed als ik eens live wat zou willen presenteren. Tot nu toe zijn het altijd opnamen geweest die ik uitzond. Er zijn dus 2 dingen die bij deze overpeinzingen steeds terugkomen. De eerste is, ik wil gewoon een erg goede podcast gaan maken. En de tweede is, ik wil inderdaad niet te lang hetzelfde kunstje steeds herhalen. Ik wil mezelf ontwikkelen en ook steeds beter worden. Ik wil daarnaast meer oefening krijgen in het presenteren in het Engels. Dus dat zal ook meer gaan gebeuren. Een echt goede podcast maken kan niet als ik mezelf te veel versplinter. Dat wil zeggen als ik heel veel dingen tegelijk doe. DX Headlines bij de Mighty KBC vind ik erg leuk en bovendien is het in het Engels, dus dat blijf ik in elk geval doen. Ik denk, hoe vervelend dat ook is, dat ik met Slow Scan Radio in elk geval de komende tijd zal moeten stoppen. Het is volgens mij deze week 4 weken geleden dat ik daar al een pauze van 4 weken in gelast heb. De reden dat ik daarmee moet stoppen is vooral dat het een te grote inspanning is. Zeker als mijn gezondheid, wat de afgelopen tijd gebeurde en wat ook sowieso af en toe gebeurt, het eens laat afweten. Wat ik verder ga doen is de plannen voor een nieuwe podcast combineren met de Daily Minutes. Het wordt dus 1 podcast die als podcast geproduceerd wordt, maar die ook te beluisteren is op dmr.li, net als dat nu gebeurt. Hoe dit allemaal concreet gaat uitpakken en hoe ik dat allemaal ga aanpakken, ja, dat weet ik dus nog niet. Dat is ook meestal hoe ik werk. Ik doe de dingen on the fly en ik zie wel waar het schip strandt. Daar zijn vaak de leukste dingen uit voortgekomen. Een paar dingen staan wel vast. Ik blijf onderdelen over de zendhobby maken. Ik blijf ook onderwerpen in het Nederlands maken. Maar er komen zeker meer Engelstalige items bij die ik zelf maak. En er komen ook meer niet-amateur onderwerpen. Mogelijk ga ik wat meer doen met micronaties. Ik moet een aantal hoofdstukken daarvan nog flink herschrijven en actualiseren. Misschien dat ik dat ga doen en er dan tevens een Engelstalige versie van ga maken naast de Nederlandstalige versie. We zullen het zien. Ik wil er ook aan wennen om de uitzending steeds meer niet als uitzending aan te duiden, maar echt als podcast. Het is ooit als podcast begonnen. Ook de naam Daily Minutes is voor het eerst gebruikt voor een podcast. Ja, even een dwarsstraat naar een dilemma waar ik nog tegen opliep. Het lastige is als je muziek gebruikt dat je dan soms met het probleem kunt komen te zitten dat je dat later niet meer kunt scheiden. Dat moet eigenlijk wel kunnen. Ik heb natuurlijk meegemaakt dat ik op een amateurfrequentie ineens geen muziek meer mocht uitzenden, terwijl dat eerder wel mocht. Daarnaast heb ik wel eens meegemaakt dat een stuk muziek dat eerst zonder rechten beschikbaar was, uiteindelijk toch bij een auteursrechtenorganisatie bleek te zijn ondergebracht. Je kunt dat ondervangen door telkens 2 podcasts op te slaan, eentje met en eentje zonder muziek.
Dat heb ik wel eens gedaan. Maar ik ben nu wat anders van plan. De kanaalscheiding bij digitaal is nagenoeg oneindig. En ik ben in de toekomst van plan om, als ik muziek gebruik, die muziek alleen in één van de twee stereokanalen toe te passen. In de situatie op PI2 NOS betekende het feit dat ik geen muziek meer mocht gebruiken op een gegeven moment, dat ik een deel van de oude uitzendingen daardoor ook niet meer kon herhalen. Dat wordt op deze manier ondervangen, want ik kan in zo'n geval gewoon één van de stereokanalen gebruiken. De productie van de podcast zal vooral in de vertellende trant blijven. Ik ben overigens op zoek naar rechtenvrije muziek als ondersteuning voor de podcast. Ik wil er in elk geval mee experimenteren. Muziek die de spanning kan opvoeren van wat er verteld wordt. Dat is ook wel de essentie van de toekomstige podcast, vertellen. Niet alleen vind ik het zelf heel leuk om te vertellen, maar de meest succesvolle podcasts van de laatste jaren zijn ook podcasts waarin stevast iets wordt verteld. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar waarschijnlijk ga ik op termijn de naam DM Podcast gebruiken in plaats van Daily Minutes. Maar dat is dus nog niet helemaal zeker. Tot zover deze overpeinzingen. Deel 4 van de serie over zelfbouw. In deel 3 vertelde ik hoe ik achtjes draaiend op een glazen plaatje de zendkristallen die ik voor een gulden per stuk had gekocht en die op 3,4 MHz werkte omhoog naar boven de 3,5 MHz in de 80 meter amateurband bracht. Ik kreeg vanochtend na de Daily Minutes trouwens nog een vraag of een opmerking dat het zo jammer was dat ik zo'n kristal niet even in het stopcontact had gestoken, waar het toch zo prima in paste. Ik heb dat inderdaad niet gedaan, maar dat was ten dele omdat ik wist dat het dan gebeurde. Ik weet niet of het Fred Forstemans was of een klant van hem die het had geprobeerd. Maar als ik me goed herinnerde, gebeurde er in zo'n geval regelmatig niets. Het kristal is hoogohmig. Echter, het is wel een vorm van piezo-materiaal. En in bepaalde gevallen boog het plaatje dus door de hoge spanning kennelijk zo ver door dat het in stukken brak. Gevolg was dat dan de dikke metalen plaatjes die het kristal vasthielden en die zo voor de houdercapaciteit zorgden, door de sterke veer tegen elkaar gedrukt werden en dan had je een fikse kortsluiting. Het lukte me overigens om een paar van die kristallen in de amateurband te krijgen, waar ik in die tijd overigens nog niet mocht zenden. De ontvanger van de Optimist was net als bij de moderne Pixie 2 van het directe conversieprincipe. Dit is een van de eenvoudigste manieren om een ontvanger te maken en die eenvoud die kent een paar nadelen, waardoor dat soort ontvangers in de afgelopen 20 jaar steeds meer in onbruik raakten. Echter door de komst van de SDR-ontvangers werd dit type ontvanger weer nieuw leven ingeblazen, omdat de SDR-software in staat is om een aantal van de problemen van dergelijke ontvangers gewoonweg weg te rekenen. De zeer bekende Heatkit QRP-apparaten HW7 en HW8 die werkten trouwens ook met zo'n directe conversieontvanger, kortweg DC-ontvanger genoemd. In feite is een DC-ontvanger een enkel super. Hij mixt echter niet naar een middenfrequent. De eerste mixer mengt direct naar audiofrequenties. In feite is de functie van detector en eerste mixer dus in dezelfde schakeling gecombineerd. Een dergelijke ontvanger is niet zo geschikt voor AM-signalen, omdat je dan precies 0 bit, dat wil zeggen op 0, moet afstemmen. Maar voor SSB en CW, als je de nadelen op de koop toeneemt, is die wel geschikt. Bij de Heatkit-apparaatjes wordt er trouwens een gepiekt audiofilter gebruikt, als ik me niet vergis rond 800 Hz. Het zijn apparaatjes die voor morsen bedoeld zijn. De Optimist was dat ook en daarbij bestond de mixer uit twee diodes, ik geloof AA119 of OA95 of zoiets, waarbij de oscillator op de beide anodes aangesloten werd. Die anodes die zaten daarbij uiteraard aan elkaar gesoldeerd. Op de ene kathode zat de hoogohmige kant van een afstemkring op 3,5 MHz met een aftakking als impedantietravo voor de antenne. Op de andere kathode zat een simpel laag doorlaatfilter met een weerstand en twee condensatoren. Niet een smal filter voor één toon dus. Erachter zat een klein audioversterkertje die het geluid naar koptelefoonniveau versterkte. Het versterkertje werkte met een TAA293 of 273, dat weet ik niet meer helemaal zeker. Een uiterst eenvoudig Philips IC uit de jaren 60 dat op het moment van publicatie van de Optimist al zo goed als niet meer te krijgen was. Het is me later één keer gelukt zo'n IC'tje te bemachtigen. Ik heb deze Optimist een paar keer in wat verschillende varianten gemaakt. En een van die apparaatjes had dus het originele IC'tje in TO18 behuizing met vier pootjes. Net als de 40673 MOSFET, als je dat wat zegt. En door het IC'tje kon het apparaatje natuurlijk veel kleiner gemaakt worden. In een oudere versie van het fameuze Philips Pocketbook, dat tot in de tweede helft van de jaren 70 te koop was, kon je zien wat er in het IC'tje zat. Nou, dat had ik met BC107's zo nagebouwd. Het werkte precies net zo. Het was alleen een stuk groter. De oscillatortransistor was trouwens een 2N1613, in die tijd ook nogal een bekend onderdeel. In dezelfde behuizing als de 2N2219A, die in veel FM-zenders gebruikt werd en die ging ook een stuk hoger in frequentie. De nadelen van een directe conversieontvanger die bestaan er overigens uit dat je bijvoorbeeld ook de spiegel ontvangt.
Die spiegel zit niet in een andere band, zoals bij een superheterodyne, maar bij morsen 2x800 Hz naast het gewenste signaal. Je kunt overigens wel het onderscheid horen. Bij de spiegel gaat de toon als je aan de afstemknop draait in een andere richting dan bij de gewenste frequentie. In het ene geval gaat de toon omhoog en in het andere geval omlaag. Maar je hebt er natuurlijk wel last van als er een sterk station op die frequentie zit. Een ander nadeel van een dergelijke ontvanger is dat de ingangskring gevoelig is voor microfonie. Dat wil zeggen, als je een ouderwetse afstemcondensator met luchtisolatie gebruikt, dan wordt het geluid dat in de check hoorbaar is zachtjes in AM en fasemodulatie op de lokale oscillator gemoduleerd en dat wordt bij de detectie in het audio hoorbaar. Als je op zo'n ontvanger dan een luidspreker aansluit, dan gaat hij rondzingen. Alleen bij een mechanisch erg keurig en zorgvuldig opgezette DC-ontvanger kun je ook een luidspreker gebruiken. DC-ontvangers worden echter vrijwel altijd met een koptelefoon gebruikt. Een ander probleem is dat de lokale oscillator, zeker bij dit soort eenvoudige ontwerpen, vaak een klein beetje naar buiten lekt. Passeert dat uitgestraalde signaal een voeding, met name de brugcel daarin, dan wordt er een 100 Hz brom op gemoduleerd. En komt dit gemoduleerde signaal dan weer in de ontvanger terecht, dan hoor je dat ook keihard in de koptelefoon. Voor de spiegel in zo'n ontvanger is geen eenvoudige oplossing, voor de brom en de microfonie wel. Dat kan door een zogenaamde Poljakov mixer te gebruiken. Misschien leg ik dat in een volgend deel nog uit. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Abonneer je nu gratis op de podcast van de Daily Minutes. De website van de podcast is dmpodcast.net. DM is kort voor Daily Minutes, dus dmpodcast.net. Bij de feed van de podcast komen er nog een breukstreep en vier letters bij. Breukstreep F-E-E-D. dmpodcast.net, / F-E-E-D. Subscribe now for this podcast, dmpodcast.net/feed. dmpodcast.net/feed. DM is Delta Mike. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.